meet ProRail of de treinen op tijd rijden? Een trein is op tijd als het verschil tussen de geplande aankomsttijd in de reisplanner en de werkelijke aankomsttijd hier buiten minder dan 3 minuten is. We registreren een trein op het moment dat hij een van de seinen voor het station passeert. Daar komt er net een aan. Dan tellen we nog een aantal seconden bij op, omdat hij nog een stukje moet rijden. En dan weten we of hij op tijd is of niet. We berekenen de punctualiteit over ongeveer 10.000 treinen per dag op 48 stations. Als de punctualiteit 90% is, dan betekent dat dat 90% van de treinen binnen die marge van 3 minuten op tijd aangekomen is. Dit gaat niet alleen over NS-treinen, maar ook over de regionale treinen en hoogsnelheidstreinen. Als je Nederland met het buitenland vergelijkt, dan doen we het eigenlijk heel goed. Er zijn maar 2 landen die het nog beter doen. Dat zijn Zwitserland en Japan.